Goed, vandaag zoeken we de beruchte springende boomluiaard en dit daar iets meer van Kenneth de Kak. Hallo, ik ben Kenneth de Kak en ik kom uit het labo. We zien nu de boomluiaard zitten. We gaan er eventjes naartoe. Hij is zichzelf net aan het ontluizen. Heel prachtig om te zien. We gaan even heel dichtbij. Cameraman, kunt u even inzoomen op de boomluiaard die zichzelf aan het ontluizen is? Nou, je ziet hem niet zo goed zitten, maar nou ja. Moet ik even naar beneden halen? Ik zal hem even naar beneden halen. voilà, ik heb hem naar beneden gehaald. We kunnen even kijken. We kunnen even in de open weide leggen. Nou, het is altijd dus alles is er even door iemand. Allee. Nou, oké. Hoe wordt deze zoogd eigenlijk gemaakt? We hebben dus een springkaan laten neuken met een olifant. En dan kwam dus een boomlea uit. We hebben dus het springen. Nou, het is een springende luiaard. Oh! Oké, hoe pijn doet. En een schoppende luiaard. En hij maakt ook soms rare geluidjes. Maar wat de communicatie zegt. Ja, stoppen met doen hem hoor!